Dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze helaas alweer laatste lezing van de serie Mevrouw de Architect. Ik ben zoals u ziet niet Floor van Spaandonk, maar mijn naam is Remco Bekkers. Ik ben projectleider en curator bij Bureau Europa en zal voor deze laatste lezing de moderatie op mij nemen. Maar zoals het in de traditie van Floor valt, wil ik het programma wel nog even starten met een korte introductie. Door uit te leggen wat mevrouw de architect precies is en wat het bedoelt. En ook de context te schetsen waarbinnen wij deze lezing organiseren. Dus de lezingenreeks mevrouw de architect is naar een idee van Merel Pitt, hoofdredacteur bij de architect. En is opgezet in principe om meer aandacht te schenken aan vrouwen in de architectenwereld. En die aandacht die ontbeert hen vaak. Zoals eerdere lezingen in de reeks ook al hebben aangetoond, zijn vrouwen zelfs letterlijk weggefotoshopt uit de geschiedenis van de architectuur. Vandaag de dag is slechts 1 op de 4 Nederlandse architecten ook daadwerkelijk vrouw. En dat is een heel vreemd beeld als je kijkt naar de opleidingen, waar een heel ander beeld geschetst wordt. Ook de discussies die zijn ontstaan naar aanleiding van de lezingen en naar aanleiding van de publicatie die Merel ook heeft uitgegeven, blijven wij het de moeite waard vinden om aandacht aan dit onderwerp te blijven besteden. Dus daarom 5 lezingen gehad. Vanavond de 5e lezing en waar we bij eerdere lezingen naar het verleden hebben gekeken, kijken we met deze lezing vol goede moed naar de toekomst. We hebben 2 sprekers vanavond, te weten Eline de Graaf en Omaira Mingels. Welkom aan beiden. We hadden een 3e spreker gehad, Luca Simons, maar die is helaas niet in staat om de lezing bij te wonen. Ze is aan de beterende hand van een coronabesmetting. Dus we wensen haar veel beterschap. Het gaat gelukkig ook weer wat beter, maar ze voelde zich nog niet fit genoeg om vandaag bij te wonen. Alle andere lezingen die kunt u ook op onze vaste kanalen zien, op onze website en op ons YouTube-kanaal. De lezingen worden georganiseerd binnen de context van de tentoonstelling Love in the Mist, waar we nu middenin zitten. En Love in the Mist is een van oorsprong Amerikaanse tentoonstelling die opgezet is door curator Malkit Shoshan. Zelf een architect uit Israël die een heel grote fascinatie heeft voor de grensgeschillen tussen Israël en Palestina. Maar toen ze aan de bak ging bij Harvard, raakte ze heel erg geïntrigeerd door de steeds conservatievere abortusagenda, vruchtbaarheidsagenda die er in Amerika is ontstaan onder het bewind van ons aller Donald Trump. En daar heeft zij een tentoonstelling over gemaakt in 2019. Die hebben wij hier naartoe gebracht. We hebben daar onze eigen Nederlandse en Limburgse lagen aan toegevoegd. En vervolgens ook een hoofdstukje over de architectuur. En dat komt tot uiting in deze lezingenreeks. Deze specifieke lezing gaat, het verhaal van Eline zal er zo dadelijk over gaan, over het werk van Lucia Hartsuiker en haar echtgenoot Enrico, die furore maakte in de Nederlandse architectenwereld tijdens de wederopbouwperiode. En die lezing die is specifiek gekoppeld aan een kleinere tentoonstelling die wij in een heel fijne samenwerking met het nieuwe instituut hebben kunnen opzetten en die een paar weken geleden is geopend en die nog tot en met 15 augustus, net als Love in the Mist, bij Bureau Europa te zien zal zijn. Daar wil ik de eerste spreker alvast introduceren. Dat is Eline de Graaf, conservator bij het nieuwe instituut. En ik heb je gegevens bij elkaar gesprokkeld van je LinkedIn-pagina. Het was heel interessant, moet ik zeggen. Want je studeerde aan de koffieschool. Dat vond ik echt super tof, maar we hebben je uitgenodigd omdat je kunsthistorica bent. Dus je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden, 2012 tot en met 2015, met een minor in Museums, Heritage and Collections. Je master heb je behaald aan de VU Amsterdam met een specialiteit in moderne beeldhouwkunst en museumgeschiedenis. En je hebt ook een paper geschreven over Nieuw-Babylon en Constant. Dus dat vond ik ook heel erg tof. En vanaf 2014 ben je ook daadwerkelijk werkzaam in de kunst als PR-assistent of stagiair. Of bij de Leidse Kunsthistorische Vereniging ben je vicepraeses en hoofd van de educatie geweest. En je was gids bij het Sculptuurinstituut Museum Beelden aan Zee. En bij het Kruller-Müller heb je uiteindelijk de opleiding tot curator genoten. Je bent ook zelfstandig curator, als ik me niet vergis. En vanaf 2019 werkzaam als conservator bij het nieuwe instituut. En vanuit die capaciteit ook curator geweest van de Hartsuiker tentoonstelling hier bij Bureau Europa. Eline, the floor is yours.
Dat klinkt als heel wat. Ik ben nog nooit zo geïntroduceerd, denk ik. Even kijken hoor. Yes. Ja, ik had een veel minder heftige introductie, namelijk ik ben Eline en ik werk bij het Nieuwe Instituut. Ik denk dat dit gewoon heel simpel, dus gewoon ja, zo werkt. Top. Ja, zoals Remco net al zei, hebben wij afgelopen maanden heel prettig samengewerkt aan de tentoonstelling Hartsuiker, visies op alternatieve woningen. We zijn er vorig jaar in gesprek geraakt met Bureau Europa om dit te doen. En het was super gek, want ik leerde Remco pas kennen toen ik hier volgens mij dit jaar voor het eerst kwam. En vorig jaar heel vaak online natuurlijk had afgesproken. Maar heel tof dat je me hebt uitgenodigd om deze lezing te geven. En dat ga ik dan ook doen. Ik zal ongeveer een half uurtje aan het woord zijn, denk ik. Als er vragen zijn, graag tot achteraf. Anders dan ben ik helemaal uit mijn systeem. En achteraf kunnen we er eindeloos over doorpraten. Ik wil in elk geval de volgende dingen vandaag met jullie bespreken. Ik wil eerst een klein beetje vertellen over ons programma Architectuur Dichterbij. Waar Choose and Use, dus het format waaruit eigenlijk Love in the Mist, de Hartsuiker tentoonstelling is ontstaan. En dus die pilot die we eigenlijk doen met dat Choose and Use van de Hartsuikers. En dat gaat eigenlijk heel simpel, dat zal ik zo meteen eens meer uitleggen, over het tentoonstellen van behandeld archiefmateriaal. En ik wil daarna uiteraard wat vertellen over de Hartsuikers zelf. En daarin vooral eigenlijk focussen op het eigenlijk twee utopische en niet uitgevoerde ontwerpen, de Biopolis en de Hydrobiopolis. Dat zei ik in één keer goed. Ik hoop dat deze hele presentatie goed blijft gaan. en daarin wil ik eigenlijk ook focussen op het groen en natuur en de stad en eindigen met een misschien wat kritische noot over duurzaamheid en onze toekomstige stedenbouw. Dus dat gaan we doen. Zoals ik al zei, wil ik eerst iets vertellen over architectuur dichterbij. We zijn er in 2019 mee begonnen met een heel erg grootschalig restauratie- en conserveringsproject van onze Rijkscollectie Architectuur en Stedenbouw. Ook dat klinkt als een hele mond vol, maar het is eigenlijk niet simpel, want we hebben dus een enorm archief van heel veel verschillende soorten documentaties, tekeningen, blauwdrukken. Eigenlijk noem maar op, alles wat op papier bestaat en wat maquettes zijn, dat hebben wij in huis. Eigenlijk het archief van 1850 tot nu en de toekomst van de architectuur van Nederland verzamelen wij allemaal. Maar het leuke is, en tegelijkertijd ook de uitdaging is, dat het echt een gebruikersarchief is, een ontwerpersarchief. Dus waar we nu een mooi werk hebben ingelijst en een soort van museaal verheven hebben tot een kunstwerk, hebben wij eigenlijk heel simpel gewoon ontwerpen en tekeningen die gebruikt werden. Waar kringen op zitten van koffiekopjes of waar punaise prikjes in zitten, want ooit hing het in een atelier of in een bureau. Wat heel leuk is, maar tegelijkertijd een uitdaging, want dat archief en onze collectie wordt heel veel gebruikt voor onderzoek. Dus architecten die komen onderzoeken of voor publicaties. Maar hoe meer we eigenlijk dat archief uitleenden en lieten onderzoeken, hoe slechter het eigenlijk werd. En dus hebben we besloten dus in 2019 om echt een slag te maken in die conservering en behandeling van dat archief. Om het zo ook te bewaren voor de toekomst. En daarvan was dus het archief van Hartsuiker één onderdeel van wat we dus inderdaad gerestaureerd, geconserveerd en behandeld hebben. Wat we vooral ook heel belangrijk vonden is, binnen dat hele grote programma Architectuur Dichterbij, is het natuurlijk leuk dat je zo'n archief hebt en dat wordt dan behandeld, dan gaat naar een atelier en dan gaat het weer terug naar het depot en dan gaat de deur van het depot dicht en dan is dat heel leuk in Rotterdam, een archief. Maar we dachten, nee, we moeten er eigenlijk echt iets mee doen, we moeten dat laten zien, want anders dan heeft het weinig zin dat je het behandelt. Want dan blijft het eigenlijk gesloten en voor mensen onzichtbaar en is helemaal niet duidelijk wat we nu eigenlijk beheren, wat we daar doen. Dus hebben we dus gedacht om een format te ontwikkelen. Dat heet nu heel catchy Choose and Use. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij die auteursarchieven die wij dus beheren en behandelen voor het hele culturele veld beschikbaar willen maken. Dus we willen eigenlijk met dat format de zichtbaarheid van die collectie vergroten in samenwerking met allerlei soorten verschillende partners. Waarvan dus een eerste pilot nu te zien is, namelijk met Bureau Europa. Dat willen we dus graag uitwerken tot echt samenwerkingen met allerlei verschillende soorten musea, kleinere instellingen, archiefinstellingen, maar ook ziekenhuizen of weet ik het wat, advocatenkantoren, gewone kantoren, maakt niet uit. Waar in elk geval een soort van lokaal vraagstuk is of een behoefte is om met zo'n archief iets te doen, om dat te bevragen, om daar discussie over te voeren of om daar over na te denken. En wat ik dus al zei, een van die archieven was dus het archief van de Hartsuikers.
Het is bij ons in twee delen eigenlijk binnengekomen bij het nieuwe instituut. We waren destijds nog het NAI, dus het Nederlands Architectuurinstituut. En in 1991 kwam een eerste heel klein deel eigenlijk binnen, naar aanleiding van een tentoonstelling Architectuur in het Groot. En daar was een maquette van de Hydro Biopolis werd daar getoond en die werd later opgenomen in onze collectie met twee tekeningen erbij. En 10 jaar later kregen we dus een hele omvangrijke schenking. En al dat materiaal lag opgeslagen ergens in Amsterdam. En dat waren 6 maquettes, 9 meter tekeningen, allemaal op een rol. 10 verhuisdozen vol met documentatiemateriaal, met echt van alles en nog wat. Dus ook weer kranten, tijdschriften, foto's, aanzichtkaarten, persoonlijke brieven, attributen, voorwerpen, van alles en nog wat. En dus 4 meter van archiefdozen met allemaal tekeningen en geschreven stukken en foto's. Dus het is echt best wel een omvangrijk en groot en divers archief in onze collectie. Maar toen wij het in 2001 aangeboden kregen, was het in een vrij slechte staat. Er was vocht bijgekomen en dat is nooit goed. Dus het moest eerst behandeld worden en daarna werd het dus aan het NAI overgedragen. En in de loop van de jaren hebben wij steeds mondjesmaat steeds meer aangeboden gekregen. Dus nu bestaat het echt uit een heel divers groot archief. Maar waarom het dan zo interessant is voor ons, is mede omdat het heel veel studiemateriaal bevat. Dus wat ik al zei, wij beheren een ontwerpersarchief en willen eigenlijk vooral heel veel leren over de ontwerppraktijk, over de architectuurpraktijk. En in een archief zit dus inderdaad heel veel studiemateriaal en onderzoek naar optimale of flexibele woningplattegronden of naar hele alternatieve woonvormen, zoals ik straks laat zien bij de Biopolis en Hydro Biopolis. Je hebt heel veel ontwerponderwijs. Lucia en Enrico waren allebei heel actief in het schrijven, publiceren, lesgeven, colleges geven. Dus waren veel bezig met echt een soort van kennis overdragen en mensen inspireren daarmee. Of juist het gesprek aangaan of de discussie aangaan. We hebben ook veel gepubliceerd. En eigenlijk ja, al dat materiaal vinden wij dus heel erg interessant om ook verder te onderzoeken. En daar ook de netwerken bij te zoeken van andere architecten die wij in het archief hebben. Opmerkelijk is ook dat er bijna geen foto's van projecten in het archief zitten, maar wel heel veel tijdschriften en krantenartikelen. In veel van onze auteursarchieven zitten echt eindeloos veel dozen foto's van elk gebouw wat ooit gemaakt is, van alle kanten gefotografeerd. En Hartsuiker deed dat dus niet. Maar juist de documentatie is voor ons dus wel heel belangrijk, dus juist die geschreven stukken die overgebleven zijn van henzelf. En uiteraard de maquettes, waar wij tegenwoordig ook een extern depot van hebben, waar ik af en toe even heen ga, gewoon omdat het heel erg leuk is om daar rond te lopen. Wat voorbeelden van dat archiefmateriaal. Nou, dit is dus echt een hele kleine greep uit wat we dus hebben. Dus je ziet een foto, voor mij linksonder, van dat is de zonnetrap. Daar vertel ik op het einde nog wat meer over. Die foto komt uit een eigen archief. Je ziet een tekening en een foto en een krantenknipsel. En hier zie je, we hebben ook een persoonlijk schetsboek van Enrico en Lucia, dat heel veel schetsjes laat zien van het Italiaanse landschap of de soort van ja, organische stadjes die tegen zo'n Italiaans berglandschap ontstaan zijn. En hier dus bergen van vermoedelijk Zwitserland. En hier dus nog wat foto's. Zelf vind ik de foto aan de keukentafel erg leuk. Vader Hartsuiker zit daar met zijn kind waarschijnlijk te ontbijten. En een foto uit hun woonkamer en nog een voorbeeld van de maquette. En ik laat nog meer voorbeelden zien, maar dit is dus een kleine greep uit wat zo'n archief eventueel kan zijn. Nu heb ik heel veel gezegd over Lucia en Enrico, maar wie zijn ze eigenlijk? Daar ga ik het nu over hebben. Lucia kwam uit Zwitserland en Enrico heeft een Zwitsers-Italiaanse / Nederlandse achtergrond, dus vrij multicultureel. En ze hebben elkaar leren kennen in Zürich aan de Technische Hogeschool en zij deden daar beide de opleiding tot architect. Wat toen al best bijzonder was, want Lucia was een vrouw in 1950, of daarvoor deed ze dus al een opleiding tot architect daar. En ze leerde daar hun mentor kennen, Siegfried Gideon heette hij. En hij adviseerde eigenlijk, jullie moeten als koppel naar Nederland gaan en daar moeten jullie eigenlijk ja, een soort van jullie ideeën gaan uitvoeren. En jullie gaan het daar echt top vinden. Hij was heel gefascineerd door die Nederlandse architectuur. Dus in begin jaren 50 gingen ze ook daadwerkelijk naar Nederland. En rond 1960 hebben zij daar een architectenbureau opgericht. En waar ze dus eigenlijk voornamelijk bekend mee zijn geworden, zijn dus hun vernieuwende woonideeën. Lucia's vrouwvriendelijke woningen, waar ik het straks over ga hebben. En dus het feit dat natuur en stedenbouw eigenlijk voor hun samen moesten gaan. Dus ze hebben echt die stedenbouw en de woningbouw in de tweede helft van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk veranderd en echt wel een stempel erop gezet.
Voornamelijk dus door hun hele alternatieve woningindelingen en hun nieuwe ruimtelijke oplossingen. Vaak gingen zij woningen ontwerpen met een soort open ruimte in het midden. Dat heette de patio-woningen of de omloopwoningen, waar dus een binnenin eigenlijk geen enkele binnenmuur aansloot op de buitenmuren. En er een soort van natte cel of een keuken in het midden was. En hele kleine niveauverschillen en vides die een soort verticale ruimtelijke werking gaven aan zo'n huis. Wat dus in de jaren 50, 60 helemaal niet werd gedaan. En in de jaren 80 begon Lucia dat soort ideeën echt uit te werken tot haar vrouwvriendelijke woningen. Waar die hiërarchische woningindeling die er eigenlijk speelde plaats maakte voor onderling altijd gelijkwaardige ruimtes. Bijvoorbeeld vrouwen wilden niet altijd een gezin in die tijd. En het was vreemd, vonden ze vaak, dat er altijd een master bedroom was en kinderkamers. Waar zij van dachten, ja, maar misschien wil je wel een knutselkamer of misschien wil je wel een weet ik het wat voor kamer. Dat moet allemaal een soort van gelijkwaardig kunnen zijn en flexibel ingericht kunnen worden. Dus zij heeft echt nagedacht over een andere uitwerking van die soort patio woningen. En dit zijn er wat voorbeelden van. Ik kan het niet aanwijzen. Behalve, ik wil het hier gaan doen, maar dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Maar je ziet in elk geval in het midden dus die, echt die soort van tuin, dus die patio met daaromheen die open ruimtes. En eigenlijk alleen de slaapkamers onderaan die de muren aan de buitenmuur gevestigd zijn. En in de, dat is de, even kijken hoor. Ja, de lichtblauwe tekening is dan, daar zie je echt een wat grotere patio ook in het midden. Met dus daaronder zie je dus een knutselkamer of een kamer die vrij in te delen is, staat op de plattegrond. Dus zo werkt dus eigenlijk die ideeën steeds meer uit. En dat zie je hier ook in deze maquette die overigens ook in de tentoonstelling staat. Waar je dus echt gewoon de hele vrije indeling van zo'n huis eigenlijk ziet. Even kijken hoor. Ja, dus de hartsuikers namen een vrij aparte plaats dus in Nederland in, wat ik net al zei. Dus hoewel ze Zwitsers waren, hadden ze heel veel, aan de ene kant heel veel verwondering en verbazing voor die Nederlandse architectuur. En dachten ze dus die nieuwe ontwikkelingen die hier in ongeveer de jaren 50, 60 plaatsvonden, dat vonden ze heel belangrijk, dus dat functionalisme. Maar toen ze hier aankwamen, dachten ze eigenlijk, ja maar oké, dit is echt heel raar, want in Nederland zijn we vooral na zeg maar, die wederopbouwperiode bezig met een soort van bestrijding van die woningnood. En een enorme verstedelijking van plaatsen als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. En er waren hele beperkte budgetten met hele standaard platte gronden. En er was eigenlijk weinig ruimte voor die variatie die zij juist heel graag wilden brengen. Alles moest in Nederland op de millimeter berekend worden. Dus van tevoren werd bepaald hoeveel ruimte jij als persoon nodig had. En dat was dan je huis en daar moest je het mee doen. Maar zij dachten, ja, die hele scheiding van die functies, dat moet helemaal niet. We moeten dat gewoon opengooien, er moet dynamiek zijn. We moeten daar echt anders over na gaan denken. Dus eigenlijk die frisse manier waarop zij tegen die woningbouw aankeken, dat maakt hun, denk ik, naar mijn idee zo uniek. En dat kwam volledig tot uiting in dus de ontwerpen Biopolis en Hydrobiopolis. Dus dat zijn allebei stedenbouwkundige ontwerpen. Waar dus die scheiding van functies helemaal geen plaats meer had. Maar nog veel heftiger dan in een woning waar geen scheiding van functies is, was een hele stad, een heel soort multicomplex, waar alleen maar alles bij elkaar eigenlijk was. En deze ontwerpen kregen nationaal en internationaal heel veel aandacht. Dus het waren eigenlijk een soort piramideachtige woongebouwen en terraswoningen, enorme gebouwen. En in de jaren 60, toen zij dit dus ontwierpen, Biopolis in 1965 eigenlijk de lucht ingegaan, toen waren die ideeën op zich niet heel vernieuwend, want Constant was toen bezig met zijn Nieuw Babylon. En dat was veel radicaler dan dit. Dat was echt het idee van de hele aarde moet eigenlijk veranderd worden en de mens moet spelen en niet meer werken en alles moet geautomatiseerd worden en echt dat idee van de spelende mens en volledige ontwikkeling van creativiteit. En ik denk dat dat mede kwam omdat in de jaren 60 de bevolking in Nederland vrij snel groeide. En er was een soort geloof in een onbegrensde technologie dat alles mogelijk was. En daardoor dus ook, wat ik net zei, die verstedelijking vond heel erg plaats. Dus dit was een soort van reactie op zo'n uitdijende stad, die randstad die alsmaar groter werd en Nederland op leek te slokken. Wat we natuurlijk vandaag de dag ook zien. En er zijn nog steeds heel veel, is nog steeds een groot woningtekort, dus er wordt alleen maar meer gebouwd. Op zich zaten ze op een goed spoor.
Maar in elk geval, in het belangrijke in deze ontwerpen is dat dus alles in één ontwerp of in één megastructuur eigenlijk te vinden is. Dus bruggen, autowegen, draagconstructies, die complexe stedelijke structuren, wonen en winkelen, recreatie, het was allemaal in één plek. En waarom nou die terraswoningen? Zij vonden dat een alternatief voor die stadswoningen die een vrij kleine tuin hadden. Dus al die woningjes naast elkaar met een tuintje. Ze hadden ook het idee dat dit veel idealer was voor je privacy, voor je zonlicht. En ook voor gewoon het uitzicht op die omgeving. Want in Biopolis hadden ze bedacht dat er drie zijden zouden zijn. Dus aan de noordzijde liggen eigenlijk alle voorzieningen die heel weinig opslag of die weinig zonlicht nodig hebben. Dus opslagplekken of gewoon plekken waar je bijna niet komt en waar niet zonlicht nodig is. En in de heuvel zelf zijn dan een soort van alle gemeenschappelijke voorzieningen. Dus kantoren, winkels, horeca, sportfaciliteiten, musea waren daar, lichte industriële benodigdheden. Je kon daar bestuursfuncties uitoefenen, er waren bioscopen, scholen, echt alles wat je kan verzinnen wat in een stad aanwezig is. Dat was dus in die soort van heuvel in het midden, was dat dan beschikbaar. En de bovenste laag was dan de woonlaag. En daar had men dus het meeste daglicht. En had je het meeste uitzicht natuurlijk over je omgeving. En ze hadden ook nog bedacht alle functies die soort van uitzicht of zijlicht nodig hebben. Die waren dan aan de grenzen van de buitenmuur van zo'n piramide. Er was ook een scheiding tussen de auto en de voetgangerswegen. En je had dus, omdat het dus die terraswoningen waren, heel erg veel interactie was er mogelijk met je boven- en onderburen. Want normaal gezien in een flatgebouw woon je natuurlijk allemaal onder of boven elkaar. Heb je balkonnetjes die ook onder of boven elkaar zitten. En hier heb je dus, je kijkt naar beneden en je ziet je buurvrouw of je buurman. Dus ook dat sociale aspect was eigenlijk heel belangrijk hier. Dat je dus echt met z'n allen soort van hier leefde en een soort van, echt een bijna een hele enorme commune waar gewoon iedereen met z'n allen vrij bewogen en leefde. De woningen waren overigens ook dus weer vrij in te delen. Dus ook weer met die platte gronden die we net ook zagen. En kinderen konden overal spelen. Ik las zelfs dat er onder de woningen een circuit mogelijk gemaakt kon worden waar kinderen konden rolschaatsen. Ik weet niet waarom dat nodig is, maar het lijkt me super als dat voor kinderen kan. Ja, wat ik net al zei, dus zij benaderden echt dat zo'n hele stedelijke omgeving keken ze dus naar. En ze draaiden eigenlijk, het was een soort wisselwerking tussen hoe zij dus woningen zagen. Dat vertaalden ze dus in een stad en ook weer hoe zagen zij de stad en dat vertaalde zich in een woning. En dat kwam ook mede omdat Lucia en Enrico allebei heel erg vanuit het gebruik ontwierpen. Ze hadden zelf een badkamer in hun woning in Amsterdam. Dat was overdag, was die badkamer een gang. Want ze dachten, die badkamer gebruiken we eigenlijk alleen 's ochtends en 's avonds. Dus waarom moet die badkamer altijd op één vaste plek zijn? Dat kan ook gewoon alleen maar als je hem nodig hebt. Dus ik weet helaas niet hoe het eruit ziet. We hebben daar geen tekeningen van. Maar het was in die zin denk ik wel efficiënt. En wat ik net liet zien, die schetsjes die we uit het schetsboek hadden van die Italiaanse dorpjes en die bergen, dat is ook wat je hier weer terugziet. Juist dus die organische soort van, dat terrasbouw dus wat organisch opbouwt naar de bovenkant van de piramide. En die soort van bergachtige constructie, dat laat duidelijk wel de leefomgeving zien waar Lucia en Enrico vandaan komen. Dus die invloed van dat Zwitserse en Italiaanse blijft bij hun wel altijd tastbaar. Hier zie je dan nog een plattegrond van een woning. Je ziet hier inderdaad ook weer dus die patio of die tuin, zeg maar, of dat terras wat aan de zijkant is. Met dan dus die omloopwoningen waar je vrij kunt rondlopen, waar je vrij de indeling van je huis kunt bedenken. En dus ook weer dat groene wat er ook weer een rol speelt. Dus het is echt eigenlijk een soort integrale stad, gebaseerd voornamelijk op sociale relaties. Zij hadden dus in 1965 dat Biopolis als een soort van theoretisch model gepresenteerd. En dat hebben ze helemaal op eigen initiatief gedaan, zonder opdrachtgevers. Maar ze hebben wel dus nagedacht over een soort van praktische kant. Hoe zou het er dan uitzien? En zij dachten dus dat dit onderdak bood aan 20.000 inwoners. Een kleine stad. Ik bedoel, tegenwoordig zijn de steden veel groter. Met een woningdichtheid van 60 tot 75 woningen per hectare. En daardoor, zeg maar, door die 20.000 inwoners en die woningen moest een soort van alles eigenlijk het liefst geautomatiseerd worden. En moest er betere communicatietechnologie zijn. Moest je eigenlijk meer variatie hebben in specialisaties qua opleiding en qua werk. Had je minder arbeidsuren en dus weer meer vrije tijd.
Dus dat zijn die dingen die je eigenlijk bij Constant ook weer terugziet. Dus echt dat soort van creatieve en de mens moet kunnen rondlopen, moet daarvan kunnen genieten en moet niet, vooral niet te veel tijd spenderen aan heel erg eindeloos veel werken en in een kantoor opgesloten zitten. Wijze les van Constant en Lucia en Enrico. Dit is nog een maquette, ook in ons archief, van die woningen van Biopolis, dus zij dat dus voor zich zagen. Dus dit waren die geschakelde terraswoningen zo op elkaar. Een aantal jaar later, in 1968, kregen zij een hele kleine subsidie voor een soort van nieuw ontwerp vanuit het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Die hadden gezegd, joh, kunnen jullie niet iets ontwerpen wat een soort concrete stadsuitbreiding moet zijn voor Den Haag? Dachten ze, dat kan zeker. Hebben ze een megastructuur bedacht, een soort Biopolis, maar dan vlak voor de kust van Wassenaar op de Noordzee. Het is niet gerealiseerd, uiteraard, want het ministerie dacht, nou, dit is niet helemaal wat we in gedachten hadden voor stadsuitbreiding. Maar de hartsuikers waren zo gefascineerd door dat idee van die Biopolis, dat ze dachten, hoe vet zou het eigenlijk zijn als je dat op zee hebt? Als je dus juist dat uitzicht over zee hebt en daar met z'n allen eigenlijk juist in die natuurlijke omgeving woont. Dus dat hebben ze toen uitgewerkt in een, naar mijn idee, nog intenser model eigenlijk. Ik vind de onderste tekening lijkt het nog groter, nog massaler. Die piramidevorm zie je heel goed terug. En dus echt weer die terrasbouw. En daar onderaan zie je dus een soort van de zee. Dus dat is echt een soort van enorm eiland waar dus 20.000 mensen op zouden moeten kunnen leven. En dat zou er zo uitzien in maquettevorm. Dus echt, echt die piramides. En waar dus overal ruimte is voor groen. Waar je altijd die patio's houdt, waar je die terrassen houdt. Dat zijn eigenlijk hele intensieve studies naar die essentie van een stad. En dat hele volledige leefmilieu dus. Dus geen apart woon-, werk-, recreatiemilieu, maar echt één heel leefmilieu waar je dus met z'n allen woont. En waar dus die ruimtelijke en sociale functiemenging heel belangrijk was. En wat ik dus al een paar keer noemde, is dat zij dus de aanwezigheid van groen, openbaar groen, ook heel belangrijk vonden. Dus ze hadden in de woonheuvels zelf altijd ruimte voor hangende tuinen, heel veel stroken met beplanting. Er waren echt overal waar kon stonden plantenbakken gevuld met planten en groen. En tussen die piramides in zou er dan ruimte zijn voor hele grote sportparken of recreatieparken, zelfs bossen, weidegrond. En die stad, vonden zij, moest ook heel flexibel zijn voor iedere veranderende samenleving. Helaas is het dus allebei, tenminste helaas, het is nooit gebouwd. Ik weet niet of het helaas is, maar ik vind het zelf een hele mooie manier van nadenken over zo'n stedelijke omgeving. Maar wat wel gebouwd is, dat is echt een mini Biopolis eigenlijk, is dus de Zonnetrap. Een jaartje later, tussen eind jaren 60 en begin jaren 70, bouwden zij een wooncomplex voor senioren in Rotterdam-Lombardije. Dat heette dus de Zonnetrap. En wat je daar eigenlijk voornamelijk terugziet is die toepassing van die woningen aan de buitenzijde en dan die integrale en gemeenschappelijke binnenlocatie. Dus er was een hele grote centrale hal die ook toegankelijk was voor alle bewoners in de omliggende wijken. Dus er was echt een soort sociale interactie tussen die mensen die in de Zonnetrap wonen, de senioren, en mensen daarbuiten. En je ziet hier dus die tekening vooral laat zien hoe enorm die hal eigenlijk was voor een seniorenflat. Ik bedoel, ik heb dat zelf niet heel vaak gezien. En je ziet dus aan die zwart-wit foto, dat is een krantenknipsel uit het archief, hoe ontzettend groen het daar is. Het is echt, die balkonnetjes zijn omgeven door groene plantjes en bomen. En dat groen en die interactie was dus daar ook echt heel belangrijk. En onder is een vrij recente foto in de ochtendzon. En daar zie je dus heel mooi inderdaad die piramideconstructie met die woningen. Ter afsluiting wil ik misschien, wat ik net zei, een wat kritischere noot in die zin geven. En ook eigenlijk de ontwerpen van de hartsuikers naar het heden halen. En in deze tijd proberen te zien. Daarin denk ik dat het belangrijk is om ons te beseffen dat bijvoorbeeld de biodiversiteit afneemt. En dat platteland en bossen eigenlijk afnemen. En dat er heel veel bebouwing komt en heel veel wegen komen. En er veel schade aan milieu en economie is. En dat we toch in een vrij gekke wereld leven, denk ik. Kijk naar afgelopen anderhalf jaar. Dus het gebruik van duurzame energie wordt heel erg belangrijk. En ik las een rapport, en het klinkt vrij logisch, maar er werd dus bekend dat van alle mensen op de wereld de meeste mensen dus in steden wonen. Wat in die zin logisch is, want het is een grote plek met veel woningen waar alles is. Maar toch is het apart dat we er eigenlijk voor kiezen om dus in hele grote steden te wonen met een hele bebouwde omgeving.
En ik denk dus dat het goed functioneren van onze aarde samenhangt met hoe steden eigenlijk in de toekomst omgaan met hun stedelijke functies. Dus hoe gaan we om met industrie, hoe gaan we om met economie en hoe gaan we vooral om met die groenvoorziening. Dus die integrale visie op een stad die hartsuiker heel erg, of die de hartsuikers heel erg hadden, ik denk dat dat heel erg inspirerend is voor ons vandaag de dag. Want ze hadden, ja, het zijn hele compacte woningen, hele compacte gebouwen, maar er was ja, echt een hoogwaardig openbaar vervoer was mogelijk. En dus ja, die enorme groenvoorzieningen overal die heel belangrijk waren. En ik denk dat dat hele kansrijke ingrediënten zouden kunnen zijn voor een duurzame verstedelijking in de toekomst. En ja, dat zien we steeds meer. Ik las vandaag ook weer dat bijvoorbeeld Rotterdam heel erg investeert in inderdaad tuinen op daken van flats of van gebouwen die leeg staan. Dus ik denk dat dat al hele goede initiatieven zijn, maar ik denk dat dat nog wel wat meer mag. En daar ben ik ook heel benieuwd naar voor de toekomst en ook de architecten van de toekomst die daar dus over nadenken en hoe ze daarover nadenken. Dus ik denk dat ik het daarbij wil houden en daarmee mijn presentatie in elk geval afsluit. En ik weet niet of er vragen zijn. Als die er zijn, dan antwoord ik die graag, maar... In elk geval bedankt. Tweede spreker van vanavond, Omaira Mingels, werkzaam bij Satijn Plus. Studeerde bouwkunde aan Zuidhogeschool van 2005 tot 2009. En vervolgens Architectural Design and Urban Cultures aan de TU Eindhoven, waar ze cum laude afstudeerde in 2012. En tijdens haar studie werd ze onder meer editor en co-founder van Archiprint, een tijdschrift van studenten voor architectuur-enthousiastelingen. En wat ik zelf heel interessant vond, je behaalde ook een certificaat voor wetenschaps- en technologiefilosofie. Daar ben ik zelf ook in afgestudeerd, dus vandaar. Je begon met stages bij Harry Luiten, architecten in Valkenburg. En bij Smeedsbouw in Maastricht. Je vertelde me daar straks dat je de eerste vrouwelijke stagiaire bij Smeedsbouw was. Dus congrats. En ook aan architecten aan de Maas ben je werkzaam geweest in 2008. En vervolgens tijdens je studie nog als architect bij Open Architecture Office in Eindhoven betrokken. Waar je onderzoek hebt gedaan naar verschillende typen architectuur. En die vervolgens ook in de praktijk hebt kunnen bewerkstelligen. En vanaf 2013 ben je al werkzaam bij Satijn Plus Architecten in Born. En vanaf 2019 heb je samen met Toos Hofstede ook de Earth Ambassador Community opgezet. Maar daar gaan we straks in de lezing een stuk meer over horen. Dus Omaira, the floor is yours. Ja, dank voor de uitnodiging. Eigenlijk leuk om hier te zijn en de aanleiding te krijgen om stil te staan bij de positionering van de vrouwelijke rol binnen ons vakgebied. Dat laatste doen we haast niet, want man en vrouw zijn gelijk, dus waarom zouden we? Alleen tijdens de voorbereiding realiseerde ik me wel dat dat misschien een wat eenzijdige blik is. Ik heb mijn lezing genoemd naar de film hier in de expositie van Love in the Mist, Constante Flux. Omdat ik heel erg gefascineerd werd door de film van Desiree Doron. Waarbij ze symboliseert de wisselwerking tussen het individu en het collectief. En dat deed me heel erg denken aan het fluctueren van de maatschappij. Niet alleen maar nu, maar ook eigenlijk continu. En waar natuurlijk architectuur een uitingsvorm van is. Een paar maanden geleden ben ik moeder geworden. En een hele bijzondere ervaring. Ik voel me ook ontzettend bevoorrecht. En het was de eerste keer dat ik eigenlijk geconfronteerd werd met het verschil tussen man en vrouw en die rolverdeling die daarbij hoort. Cultureel gezien mag vrouw en man dan wel gelijk zijn aan elkaar, biologisch zijn zij allesbehalve gelijk. En dat heeft effect op de rol die een vrouw wil en kan innemen in de maatschappij. En ook dus in haar professie. Architectuur kent die biologische verschillen niet. Daar ben ik ook van overtuigd. Zowel man als vrouw kunnen architectuur ontwerpen. Maar door de toename van vrouwelijke architecten
moeten we wel bekennen dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is. En ook in de vooroordelen die we hebben, misschien over een architect, maar ook de denkbeelden die daarbij bij horen. En als onze cultuur verandert, dan zouden we dat ook moeten terugzien in onze architectuur. Volgens sommigen komen mannen en vrouwen zelfs van verschillende planeten. Maar wat ik zou willen meegeven is, laten we die verschillen niet vooral verbloemen, maar laten we die vooral zien en benoemen. Aan mij de vraag om te reageren op de expositie waar Eline over sprak, over het koppel hartsuiker, te reflecteren op de vrouwelijke rol binnen ons vakgebied en een eerste steen te leggen voor een blik naar de toekomst. De nieuwe generatie architecten of misschien wel maatschappij. Stromingen binnen architectuur zijn een reflectie van de tijd waarin ze verkeren. En voor mij was het koppel hartsuiker dan net zo goed een koppel die een invloedrijke rol speelde in het openbreken van de tendens van die tijd, maar ook in de discussie met het vooroorlogse modernisme. Zij wisten ook een verschuiving in het paradigma te bewerkstelligen. Want architectuur was niet een optelling van functies alleen. Nee, het was ook een samenvoeging van menselijke activiteiten waar sociale contacten mogelijk moesten zijn. En het gaat om sociale interactie, het mengen van functies inderdaad en flexibiliteit. Het werk van hun deed mij heel erg denken aan een inspiratiebron van mij tijdens mijn afstuderen. Het koppel de Smithsons, Allison en Peter Smithson. Uit dezelfde periode, dus dezelfde eigenlijk tendens waar zij mee te maken hadden. En zij waren de eerste die aangaven dat context niet alleen maar uit fysieke context bestond, maar uit de fysieke en sociale context. En ook dus uit die wederkerigheid van beide. En voortdurend veranderingen ondergaat. Beide koppels implementeerden dus het sociaal domein. En of je dat nou de vrouwelijke invulling benoemt, dat terzijde. Maar ook andere aspecten die uit die tijd golden bovenkwamen. En die implementeerden ze. De tijd van vrouwen in gevecht. De tijd van het feminisme, seksuele revolutie en ga zo maar door. Ik denk zelf dat doordat zij een koppel waren van man en vrouw, dat zij daardoor in die tijd als een complementaire samenstelling ook die verschuiving wisten te bewerkstelligen. Zij stonden namelijk midden in de maatschappij en konden elkaar ook bevragen en natuurlijk ook andere mensen. En dat implementeerden ze in hun architectuur. Voor mij is de Economist Building een hele fraaie referentie van dan in dit geval Allison en Peter Smithson. Het is een ontwerp waarvan de uitvraag eigenlijk was om het bestaande kantoor te renoveren. Dus eigenlijk over het gehele perceel was een gebouw dat moest gerenoveerd worden. En zij hebben voorgesteld van wij stellen voor om een nieuw ontwerp te maken, een nieuw gebouw. Waarbij de functies van het bedrijf, de Economist, het magazine, verdeeld zouden worden over 3 torens. 3 heel fraai gedetailleerde torens. Die dan rondom een voetgangersplein zouden komen te staan. Elk gebouw zou dan een toegang krijgen aan dat voetgangersplein. En de galerij, de plint van het gebouw, werd opengewerkt, zodat dat ze de bezoeker zou begeleiden naar die toegang toe. Met alles interessantste en de waarde die ze echt hebben toegevoegd ook aan de omgeving. Niet alleen maar aan het bedrijf en de gebruikers daarvan, maar ook aan de stad, de mensen die daar wandelen en die net dat paadje weten te nemen of dat voetgangersplein weten te nemen. Waardoor nieuwe patronen ontstaan en gebouwgebruik en de situatie veel meer met elkaar verbindt. Voor mij echt een hele mooie inspiratie en referentie. Ik citeer af aan de TU in Eindhoven. Wat super boeiend was, is dat in die tijd de sociaal-economische crisis plaatsvond. En ik me daar heel erg mee bezig was en ook met de vraag van wie ben ik als architect eigenlijk als ik afstudeer? Wat is de definitie van de architect? Ik vroeg me dat heel erg af. En voor mij vond ik op dat moment het antwoord in dus
de vraagstukken die Alison en Peter Smitsens bekritiseerden. En lag voor mij het antwoord in de wederkerige relatie tussen de sociale en de fysieke context. Mijn afstudeerproject Kullen Wieder am Ring gaat over het bevorderen en beïnvloeden van die fysieke en sociale context. Hier zien jullie een bierbrouwerij. Die werd aan de stadszijde aan Keulen geplaatst. Een hele krachtige, harde eigenlijk architectuur in zijn vormentaal. En het lag aan een promenade en was op verschillende niveaus bereikbaar. Het had ook een stedelijke tribune, dus op het dak was een tribune gemaakt dat ook gebruikt kon worden. Maar ook tijdens natuurlijk evenementen ingevuld konden worden. In de brouwerij was ook een restaurant in het meest laagste deel van het gebouw. Dat half in het water gezakt was. En daardoor kon de bezoeker die dan in het restaurant zag ook continu de Rijn ervaren. Elke dag anders, donker of licht, hoog of laag. En werd ook daarmee elke keer gerelateerd aan de fysieke gesteldheid van de Rijn. Een leuk feitje is dat in 2019 een onderwaterrestaurant aan de Noorse kust is gerealiseerd. Dus het was heel herkenbaar en het gaf wel een bevestiging dat het dat we niet alleen maar utopische dingen bedenken, maar dat die ook echt bestaan. Maar ook de functie en de relatie met het sociale deel en het fysieke deel kunnen waarmaken. Aan de overzijde had ik ook bereikbaar via een watertaxi een uitkijkpunt ontworpen. Gelegen aan de oever. In tegenstelling tot de promenade was dit geen harde scheiding, maar een hele geleidelijke overgang. Daar kon je eb en vloed ervaren eigenlijk als het ware van de Rijn. En was er een hele zachte overgang tussen het park daar en de Rijn zelf. Mijn gebouw reageerde daar ook op door een hele zachte architectuur te ontwerpen. Een architectuur die gemaakt was van hout, bij wijze van de bomen die daar stonden. Die een hele gedetailleerde en half translucente architectuur voorstelde. En die als een houten vlonder eigenlijk meebewoog met het hoge en lage waterstand van de Rijn. En altijd bereikbaar was natuurlijk voor bezoekers. Is de brouwerij dan een mannelijk ontwerp en het uitkijkpunt een vrouwelijk ontwerp? Vroeg ik me eigenlijk met het maken van deze presentatie af. Nou, ik denk zeker weten van niet, want ik heb ze toch wel echt beide ontworpen. Maar ik heb ze beide echt vanuit die context ontworpen. Na mijn afstuderen ben ik de relatie tussen de fysieke en sociale context nog eens gaan beproeven. Ik heb een experiment gestart tijdens Cultura Nova, dat is een zomerfestival hier in het zuiden bij de omgeving Kerkrade. En dat was een experiment, ik had een installatie gemaakt, of dat was mijn idee. Dus ik ben echt anderhalve maand lang elke avond langs de deuren gegaan en heb bewoners van Heerlen gevraagd van: zouden jullie één gebruikte wasknijper aan mij willen afstaan? Want met die gebruikte wasknijper wil ik graag een installatie maken. Ik heb er een kleine 20.000 opgehaald. En natuurlijk gaven er vele meer dan één wasknijper. Het was heel intensief, maar het was fenomenaal toen het er eindelijk stond. Het is een hele vrije vorm geworden, weliswaar in de contouren van Parkstad. Maar het was meer een fantasievorm waardoor een ieder zich erin kon herkennen. En zelfs mensen die er niet aan hadden bijgedragen, maar wel mij hadden gesproken, die hadden daar een soort van relatie mee opgebouwd. En het was een plek waar ook best wel veel werd gedeeld. Best wel veel verschillende soorten mensen op afkwamen of daar deze ruimte gebruikten. En dat was voor mij als maker eigenlijk onwijs interessant. En voor mij was dan ook hiermee de wederkerigheid tussen de fysieke en sociale context werkelijkheid. Ik wist van ja, dit bestaat, dit kun je beïnvloeden als ontwerper. En dat was voor mij een bevestiging. Na mijn studie ben ik gaan werken bij Satijn Plus Architecten. We zijn al 60 jaar specialist in het transformeren van bestaand vastgoed of het context.
En ik ontdekte hier wederom dat als je met bestaand vastgoed werkt, of je dat nou gaat slopen of niet, je bent continu bezig met de fysieke en sociale context. Als je in een verlaten gebouw loopt, wat je gaat herbestemmen, dan loop je rond in de geschiedenis. Je loopt rond in het nu, dat wat leeg staat. En je loopt met je gedachten ook rond in de toekomst. En hoe je daar die mensen in kunt implementeren. Nou, het project De Boekhandel Dominicanen, dat is waarschijnlijk het meest bekende project van ons. Dat we samen met de interieurarchitect Merckx en Giraud van destijds hebben ontworpen. Door het plaatsen van een boekenkast in een eeuwenoude kerk konden we ook daarin veel meer sociale interactie tussen mensen, bezoekers creëren. En vanuit alle niveaus konden we niet alleen maar functie toevoegen, maar dus ook waarde toevoegen. Nou, bij Satijn Plus Architecten vormen we een ontwerpteam van 4 vrouwelijke architecten en 3 mannelijke. Dus ik denk perfect in evenwicht. En waarbij ieder, en dat vind ik wel mooi, in zijn loopbaan, in zijn traject, zich kan specialiseren. En niet dat wij als vrouw ons allemaal specialiseren vanuit een bepaalde richting. Nee, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten kan zich ontwikkelen, omdat we als bureau ons werk leveren van A tot Z. En hoewel we het in deze lezingreeks uitgebreid hebben over man en vrouw zijn, doet man nog vrouw ertoe? Zeker de toekomstige generatie zal deze biologische deling, hoop ik, steeds minder gaan hanteren. In mijn blog tijdens Internationale Vrouwendag in 2019 deed ik een oproep eigenlijk aan alle werkgevers om te streven naar ongelijke eigenschappen op de werkvloer, maar dan wel van gelijkwaardige werknemers. Alleen dan kan een bedrijf ook vruchtbaar zijn en innovatief zijn. Ik geloof dat een man ook vrouwelijk kan zijn of een vrouw ook mannelijk kan zijn. Dus laten we niet in hokjes denken. Maar hoe we nu als architect fungeren komt volgens mij wel uit die tijd dat de koppels, de Smitsens en Hartsuiker, aan zet waren. Want zij hebben toen die paradigmaverschuiving gerealiseerd. En vandaag de dag hebben we te maken met andere tendensen. We hebben te maken met een klimaatverandering. We hebben te maken gehad met een sociaal-economische crisis. We hebben te maken met een gezondheidscrisis. En de toenemende mate van vrouwen, ja, die houdt die paradigmaverschuiving natuurlijk niet tegen. En als ik dan een blik in de toekomst werp, dan geloof ik dat de toekomstige generatie, zich veel meer zal richten naar een genderneutrale toekomst. En die zal rolmodellen zeker gaan vinden in een man of in een vrouw, maar niet alleen in een man of niet alleen in een vrouw. Maar die gaat op zoek naar zijn eigen idealen en zoekt dat terug in bedrijven, in bureaus, in merken. In collectieven, maar ook in communities. En om al die tendensen van wat nu speelt, om die te kunnen spreken, om buiten onze eigen grenzen, buiten onze eigen paden te kunnen treden, heb ik samen met Toos Hofstede, ook hier aanwezig, me verenigd, allebei afkomstig uit een ander vakgebied, om te kijken als we een community oprichten van Earth Ambassadors, kunnen dan misschien een kanteling teweeg brengen in deze omgeving. Naar niet alleen maar een duurzame, maar een gezonde leefomgeving. En ook een leefomgeving die van hoge leefkwaliteit behoudt. Nou, we hebben daarvoor Earth Talks georganiseerd. Ik had ook een Earth Talk van duurzame leefomgeving samen met Toos georganiseerd. Waarbij ik ook aandacht vroeg naar het energiezuinig bouwen, het gezond bouwen en het natuurinclusief bouwen. Nou, redelijk recent heeft de Rijksbouwmeester zijn essay geschreven. Hij is klaar met zijn Rijksbouwmeesterschap en heeft ons eigenlijk een soort van essay of brief meegegeven van ja, waar moeten we nou de komende tijd ons op richten. En hij doet daar ook een oproep in naar ontwerpers,
kunstenaars, wetenschappers. Dus hij probeert wel degelijk die link met de wetenschap te maken om van richting te veranderen. En vooral ook om te geloven in ons eigen vermogen. Nou, die richting verandering die proberen wij natuurlijk ook in te zetten. En wederom niet ten gunste van onszelf, maar ten gunste van elkaar. Bij Stijn Plus architecten noemen we dat bouwen in balans. En we trachten daar het hoogst haalbare mogelijk te maken. Maar het is een hele opgave, want het is niet makkelijk. Natuurlijk hebben we te maken met hittestress, met de regenbuien ook van gisteravond, de fijnstof, geluidstress. Maar de bouw reageerde ook vrij traag. En hoe kun je dan als architect, als praktiserende architect, daar met de juiste energie invloed in uitoefenen? Of hoe kun je de anderen inspireren? Graag zou ik enkele projecten benoemen die dus op deze drie punten ingaan. En waar ik zelf aan gewerkt heb, maar nooit alleen. We zijn een team en maken samen dus keuzes. Als eerste energietransitie. Nou, laten we vooropstellen dat misschien bij energietransitie vaak men denkt aan installaties. En als wij iets proberen compact te houden, dan zijn er wel installaties. Dus als je aan energietransitie denkt, dan moet je je realiseren dat het gebruiken van bestaand vastgoed al een duurzame gedachte is. Maar dat we vooral moeten voorkomen om nieuwe materialen te gebruiken. Omdat we zo ook afval kunnen reduceren. En dat is natuurlijk al helemaal verloren energie. Nou hoort er natuurlijk bij een transformatie ook wel degelijk energiezuinig ontwerpen bij. Passief ontwerpen en ga zo maar verder. Ik heb hier Alex Maastricht, een boutique hotel uit Maastricht, genomen als referentie. Dit was een boutique hotel wat eigenlijk niet meer goed kon functioneren omdat het, hotelkamers had met een gedeelde badkamer. En een boutique hotel die functioneert niet op die manier, in ieder geval niet meer vandaag de dag. Men wilde een hoog comfort. Door dit bestaand hotel te upgraden, was er natuurlijk wel een rendabele formule nodig. En dat kon door middel van het toevoegen van drie nieuwe hotelkamers. Dat is gebeurd met een heel eigentijdse invulling. Een zinken lansage gevelbekleding is toegepast. Wat natuurlijk op zichzelf onderhoudsarm en recyclebaar is. Dus dat is ook een duurzame keuze. Daarnaast is het heel eigentijds vormgegeven om eigenlijk ook respect te hebben voor het bestaande, wat ook heel veel details kent. Nou ja, natuurlijk de energiezuinigheid die creëer je ook door de schil, door daar goede isolatie toe te passen. Dus echt in het gebouw en ook in de vloeren van het gebouw. Interessant is dat ook hier ben ik natuurlijk gaan zoeken van die sociale interactie. Hoe kun je die bevorderen? Dus de deggen van de ramen, dus de drie ramen die jullie hier als nieuwe toevoeging zien, die zijn extra diep. Zodat de gasten daar ook zeker worden uitgenodigd om te zitten, om te verblijven. Dan een ander project, even vanuit privacyredenen, geen foto's. Het is een kinderdagverblijf. Maar dit is ook weer zo'n fantastisch project van gezond bouwen. En ik laat juist de projecten zien die misschien niet alledaags zijn in zijn oplossing. Maar ook om jullie te inspireren dat dat ook manieren zijn om in dit geval dan te kunnen voldoen aan gezond bouwen. Want gezond bouwen gaat niet alleen maar over gezonde materialen, maar het gaat ook over daglicht, toetreding en hoe gebruik je een gebouw en hoe kunnen mensen zich daar prettig in dat in gebruik nemen. Het is ondergebracht in een oud mijngebouw, een plint waar vroeger de garage van de directeur was. Dus je kunt je voorstellen, het was erg donker daar, kil, deprimerend.
vochtig. Ja, en dan zou ik dus het nieuwe kinderdagverblijf moeten ontwerpen. En dat was mijn eerste ontwerp eigenlijk binnen Satijn Plus. Dus natuurlijk erg spannend. Het was ook mijn eerste kinderdagverblijf. En dan voelt dat wel als een verantwoordelijkheid als je dan die lijnen mag gaan zetten voor dat ontwerp. Nou, wat is het concept? We hebben een viertal houten gesloten dozen, als het ware, laten landen in die open ruimte. En die dozen die bepalen meteen eigenlijk ook de indeling van de plattegrond. Dus daar waar ze heel veel licht overhouden, dat is natuurlijk de plek waar kindjes spelen. En daar waar ze tot meer gesloten hoeken fungeren, daar komen badkamers of daar komen personeelsruimte of andere faciliterende ruimtes. Wat ik ook bewust heb gedaan is... Toen ik rondliep in de kinderdagverblijven van de opdrachtgever zelf, werd ik misschien zelf wel een beetje overprikkeld door alle kleuren. heel erg ingericht op primaire kleuren. En ik heb gedacht van nou, dat nieuwe kinderdagverblijf, dat moet neutraal zijn. Niet neutraal in de zin van saai, nee, het moet zacht zijn. Kinderen moeten zich daar ook thuis voelen. En natuurlijk wel met allerlei vormen, geometrische vormen, daar een soort van spel in ontdekt. Dus ik heb hout toegepast en met neutrale geeltinten daar wel een hele frisse en kindvriendelijke ruimte van gemaakt. Wat ik ook heb gedaan is in hoekjes van kasten waar nog ruimte over was, heb ik die opengezaagd, heb ik daar een rond gat in gemaakt, zodat je kindjes daarin konden kruipen of onder de keuken in dit geval, dat je daar ook hoekjes, hoekjes zou creëren. En het leuke is dan dat... dat gebleken is dat dit ontwerp weer goed was voor het kinderdagverblijf om uit te putten voor weer andere ontwerpen. Dus die hebben daar ook weer in hun andere kinderdagverblijven al die hoekjes gecreëerd of al die materialen kleuren toegepast. Maar het allermooiste waar ik achter kwam toen ik op bezoek ging en alles klaar was en in werking was... was dat de leidsters aan mij vertelden dat ze ontdekt hadden dat op deze plek wel over gevoelige kindjes konden verblijven. Wat op andere plekken van hun kinderdagverblijven niet kon, kon hier wel. Ja, en voor mij is dat ook gezond bouwen. Een laatste project, dat is het gemeenschapshuis in Asten. Wat we ons goed moeten herinneren is dat als we een gebouw ontwerpen en in de omgeving plaatsen, dat dat altijd, of in ieder geval vandaag de dag nog, een negatieve impact heeft. En dat dat ten koste gaat van natuur, want als die natuur er niet was, dan zou je die wel kunnen creëren als je dat gebouw niet zou terugplaatsen. En gelukkig zijn er vandaag de dag ook opdrachtgevers die met een hele hoge ambitie, hoger dan het bouwbesluit of de regels en wetten zouden stellen, toch gelukkig ambitieus zijn en die stap durven te nemen om duurzaam te bouwen. Zo ook de gemeente Asten, die daar zeker een voorbeeldrol in neemt. En wat zij hebben gedaan, dat is onwijs interessant, is zij hebben gevraagd aan de gebruikers van het nieuw gemeenschapshuis van... Ga na over je programma van wensen. Hoeveel oppervlakte heb je nodig? En heb je die ook wel nodig als je samen onder één dak één gebouw deelt? Zou dat dan niet minder kunnen zijn? En daar hebben de gebruikers echt een enorme slag in geslagen, waardoor we het gebouw zo compact hebben kunnen weten te maken. En dat heeft erin geresulteerd dat we daardoor ook veel meer natuur hebben kunnen ontwerpen en aanplanten. Wat ook weer in het passief ontwerpmodel natuurlijk heel gunstig is voor bezonning, et cetera. Maar ook hebben zij nagedacht over flexibiliteit. Wat als het dadelijk niet meer het kantoor van persoon A of persoon B is, wat zou het dan wel kunnen zijn? Het gebouw zelf is eigenlijk als een soort van markthal, dus het moet ook heel toegankelijk zijn. Dat betekent dat de plint, dus de begane grond, heel veel openingen kent, waardoor je die relatie met binnen en buiten versterkt. En daarbovenop is eigenlijk een soort van houten huis in de contouren van een hele traditionele Brabantse woning geplaatst.
Het is een huis en het wordt een huis voor en van alle Astenaren. Ja, de maatschappij is een constante flux en ik hoop dat ik dat duidelijk maak in deze lezing. En de architectuur is daar natuurlijk een uitingsvorm. En bouwen in balans refereert weer aan die enorme verandering waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Waar we echt moeten gaan werken aan een duurzame omgeving die ook gezond is en ook mensvriendelijk is, maar zeker ook diervriendelijk, want we hebben inderdaad niet alleen met onszelf te maken, maar juist door na te denken over de ander, over onze biosfeer, ecologie, hebben we zelf natuurlijk ook een veel betere leefklimaat en woonklimaat dan ook. Dat geldt voor zowel man als vrouw, die daarover moet nadenken. Maar ja, ik probeer dat eigenlijk een beetje in deze discussie te vermijden. Ik wil eigenlijk naar een volgend niveau. Onze eigenschappen, onze kwaliteiten moeten we daarvoor inzetten om onze impact te vergroten, positieve impact dan. De architect is die wegbereider daarin. En daarom snap ik wel dat ook een Rijksbouwmeester juist ontwerpers oproept om die verandering, die verschuiving ook en van richting mogelijk te maken. Want wij moeten de anderen eigenlijk een beetje ook op sleeptouw gaan nemen. Of het nu gaat om een vrouwelijke of mannelijke architect. We zijn beide belangrijk. En onze diversiteit, onze complementaire eigenschappen, die maken het mogelijk dat wij ook anders waarschijnlijk gaan denken. En dan eindig ik met het meest cliché plaatje. Ik was er erg over aan het twijfelen. Ik zei het nog tegen Remco. Van ik eindig wel met een heel cliché plaatje. Maar des te interessanter om te benoemen dat we misschien wat minder in deze vorm van clichés moeten gaan denken. Het cliché van man en vrouw en kind. De vruchtbaarheid. Het zou natuurlijk ook een hele andere formatie kunnen zijn. Maar het toont in ieder geval voor mij nu wel in mijn situatie de inclusiviteit van elkaar en met elkaar. En die inclusiviteit, daar moet je als architect toch wel zeker van bewust zijn. Want als architect ben je zowel insider als outsider. Je moet je verplaatsen in de ander, maar je moet ook die afstand kunnen nemen om die ander te adviseren naar een bepaalde tijd. Je moet die andere een verbeelding geven van hoe die zich in de toekomst het beste en het prettigste zou kunnen begeven. Ik geloof erin dat we samen de vruchten plukken. En om dit mogelijk te maken, moeten we misschien van bepaalde clichébeelden die nu in deze huidige cultuur heersen, afstappen. Nogmaals, ik heb dat nog niet ervaren dat ik een echte rol als vrouw inneem in mijn professie. Dat is eigenlijk niet belangrijk. Als ik maar in mijn competenties als beste word ingezet. En dat komt als de ander jou daarin begeleidt, respecteert of die kansen geeft. Maar het is wel belangrijk om het gesprek te voeren. En daar hebben we het al eens eerder over gehad. Want om van dit clichébeeld af te wijken, moet ook de vrouw zich realiseren dat het niet die hokjes van man en vrouw zijn. En moeten zich verheven tot meer de genderneutraliteit wat daartoe doet, de kwaliteit wat daartoe doet en de eigenschappen van jezelf die jij als meerwaarde inzet, laat die ook zien. Maar misschien moet ook de mannelijke kijk wat meer toelaten, wat meer twijfel toelaten, kwetsbaarheid waar we het over hadden en ruimte scheppen voor misschien iets meer tijd, zorgvuldigheid. Vandaar dat ik ook denk, het is best wel mooi om te eindigen met een clichébeeld. Want laten we daar met z'n allen iets meer van afstappen en de vruchten samen plukken. Ten gunste van elkaar. Dat was het. Dank.